Zomaar medicatie uh, verstrekken. Zonder um, dat contact, de dokter je ziet. Ja, geen contact kunnen krijgen. En ja. iets heel cruciaals, wat net ook gezegd wordt. Geen vaste huisarts. Uh, een huisarts hoort in de fiche van de SP. onderdeel te zijn van een gemeenschap. Hoort de mensen te kennen die er, die er zijn. En we zagen vandaag bij Comed weer het voorbeeld. dat hun callcenter failliet is gegaan. En dat zegt eigenlijk alles. Zij, wat Comed heeft gedaan en wat die commerciële private equity uh, uh, firms doen. Uh, is niet zorg verlenen, maar ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen die zorg nodig hebben, afstoten. Maar wel zoveel mogelijk mensen in hun bestand krijgen. Zodat ze daar geld voor krijgen om vervolgens geen zorg te leveren. En dan kun je dus heel snel cashen en snel uitbetalen. Ja, dit is een soort verabsolutisering. Van de marktwerking in de zorg. Uh, ik hoef niet te gaan vertellen, volgens mij, hier dat de SP daar geen voorstander van is. Maar dit zag je mijlenver aankomen. En ik vind het zeer verwijtbaar, ook aan uh, minister Helder. En, uh, en ja, die is nu verantwoordelijk voor de volksgezondheid ook. En ook hiervoor, dat het enige wat er gedaan is, is een onderzoek. En daar, daarvan als 1% bestond uit huisartsenpraktijken. Sorry, maar het is een echt een waardeloos onderzoek wat gedaan is. Iedere persoon die in de zorg werkt, we zitten hier ook aan tafel. Die kan op zijn klompen aanvoelen dat als je op deze manier zorg gaat inrichten... en huisartsenpraktijken gaat vormgeven, dat het tot ongelukken leidt. En dat gebeurt nu. Dus er moet ook echt nu ingegrepen worden. Ja, en ik heb daar Wat moet er voor gebeuren? Eén, je moet private equity zonder uitzondering... Helemaal uitzonderen van kan de zorg. Dat? Ja, gewoon wettelijk verbieden. Er zijn landen Zou je, bij... je de Kamer morgen voorstellen. Er is een debat morgen. Hè? Zeker. Nederland is samen met het Verenigd Koninkrijk een van de weinige landen die hier amper beperkingen op heeft. Op heeft. Uh, ja, dat toont ook wel de politieke kleur, trouwens, van de afgelopen kabinetten moeten bij, uh, bij gezegd worden. Uh, dat is één. Als er huidartsenpraktijken failliet, dreigen te gaan. Dan moet de inspectie er volop. op. Ja. En op het moment dat ze fiets dreigen te gaan, moeten de patiënten in bescherming genomen worden. Oftewel, vind ik, en dat is een vergaande maatregel, moet de overheid samen met verzekeraars een plan maken om in ieder geval voor de korte termijn ervoor te zorgen dat die huisartspraktijken blijven bestaan.